Heb je al gebeld? We hebben bijna 3,5 uur gereden hiervoor. Wat hè? Verrekte mongol. Verrekte mongol. Non viene da solo. Esatto, c'è qualcosa dove l'apprezzi. Verjaardag van Joya! Wij zitten dus op een kinderverjaardagsfeest. En we nemen even lekker drankje, want er staat hier van alles. En we hadden dorst. En Jesse die komt eraan en die neemt echt een paar volle teugen drinken daaruit. Maar we weten eigenlijk niet wat het is, want hij had dorst. En ik zeg ineens, oh mijn god. Ik voel dat hier volgens mij alcohol in zat. Ging ze nakijken. Yep. Oh my god. Lekker uitstaartje. Allemaal voor leuks. Hey, een ballonnenman. Heb jij een zwaard? Zo, we zijn weer thuis van een Lekker feestje. Gezellig feestje. Tessie is Apotski. Ja, de kerncentrale is eventjes uitgeschakeld. Uitgeschakeld. Ja, en hij zit nog vast, jongens. Hij zit nog vast. Hij heeft flink door elkaar gegeten. Hij is helemaal losgegaan op het buffet. Hij heeft een tikkeltje meegepikt van het volwassen buffet. Maar ik heb geen dubbele tong gehoord of zo. Dus. Nee. Ik denk dat er echt of niet eens alcohol is, of echt een heel klein beetje. Maar wel, ik heb trouwens wel heerlijke ja, soort van bitterballen op. Maar dan met inktvis en zwarte inkt van de inktvis. Oh. Ja, wat wil je zeggen? Ja, die waren echt heel lekker. En die rijstballetjes. En toen die broodjes. En broodjes met panellen. Die broodjes met woestel. Oh, die ijstaart was ook lekker. Ja. En die pasta met tonijn. Klinkt er alsof jij ook aardig door elkaar hebt gegeten. Nee, helemaal niet. Dus, nou ja, dan gaan we nu even avond eten, denk ik. Ja. Adem in en go. Goedemorgen. Nou, terwijl Jesse... Terwijl Jesse weer een zwemlesje krijgt. Goed zo, goed zo. Goed zo. Ging ik eventjes kijken naar... Je ging lang omhoog blijven, hè? Goed zo. Jesse krijgt zwemles en ik ging eventjes kijken naar een lekker glas koud water. Maar kijk dan. En nu is er dus... Er zoveel blokken in! Dit gebeurt. Het is helemaal bevroren. Dus spa rood in de koelkast. Op bijna standje vriezer. Kijk, kijk. Als je hem nou... Resulteert in een opengebarsten fles. Zo, Sergio ging even zitten. Het staat al niet op film, maar... Is dit het bewijs dat we iets te veel gegeten hebben al? Wauw. Oh. Nou, dit moeten we wel gelijk even melden. Ik kan het niet filmen. Het is het bewijs dat deze scooter al te lang staat. Misschien wel. Ja, ja inderdaad. Misschien. We zijn in de stad en we komen bij Amplifon. Dat is het bedrijf waar ik voor werk in Nederland. En daar werkt Giorgio, vriend van de familie. We zijn in het centrum. We zijn in een Disney shop. Denk ik, ja. Ja, en dan worden we natuurlijk helemaal gek met z'n allen. Nou ja, vooral mama en Jesse Silver. Kijk eens wat we... Laat eens zien wat we gekocht hebben, Jesse Silver. Wat hebben we gekocht? Voor jou. Oh, de hulk! De hulk! En een 6-in-1 spel van Spidey. Van Spider-Man. Nou, snel weg, want anders kan Jesse Silver zich niet beheersen. Ondertussen zijn familie Elena en Gaia ook aangeschoven. Hier is het Theater Massimo. Dit is de grootste theater van heel Europa. Heel groot. En heel mooi, hè? Nou, we zijn terug bij de auto. We hebben weer van alles gekocht. En Jesse is ook in alle staten. En aangezien Giorgio onze auto heeft geparkeerd, We zijn nu, waar zijn we nu, Jesse Silver? Bij papa van tante. Ja, en wat is die meneer van opa? Die is oud. Dat is de broer van opa Gino, hè? Opa Gino. Die woont hier ergens. En... heb je al gebeld? Ja, ik dacht dat hij al drukte. Kling, kling. Hey, che sorpresa! Ciao! Ciao, che sorpresa! Ciao! Ciao! Che alto! Piacere! Ciao! Zo, en van zia Ina en zio Ettore. Gaan we eten bij Elena. Ja. Ja, Jesse mocht kiezen. Wil je thuis eten of wil je bij Elena thuis eten? En toen zei hij, thuis eten. Nou, ze gingen naar de auto en toen zei hij in de auto, moest hij ineens huilen. Toen zei hij, ik wil niet alleen bij haar eten. Dus hij dacht dat hij alleen meegestuurd werd om hier te gaan eten. Oh. Nee, hè? Dus dat was wel sneu. Ja. Dus toen dachten we, laten we dan maar gewoon lekker met z'n allen. Gaan we toch gezellig hier eten vandaag. Hè? Anders waren we andere dag gegaan. Oh, de huwelijk. Zelfs hier moet hij koken. Hè, schat? Huh? Zelfs hier moet je koken. Kijk, niet laten. Goedemorgen. Let's go. Let's go in de pool. En 1, 2, 3, 1. Daar komt. Nee, Jesse, je hebt nog geen bandjes aan. En je oortjes nog niet. We kunnen toch ook leren? Ja, we kunnen wel oefenen. Dat is goed. Het is vandaag woensdag. En we hebben lekker uitgeslapen vandaag tot ongeveer 10 uur. Ja. Maar het was weer laat geworden, hè? Maar wel gezellig bij Elena. Ja. En Gaia en Egle en Alessandro. Hm? Ja. Ja, en hopelijk komen ze binnenkort een keer bij ons. Dat zou leuk zijn. We zijn wel weer helemaal lek gestoken. Heb je deze gezien op mijn been? Ja, en ook die van mij, hè? Niet normaal. Oh. Ja, je bent ook helemaal lek gestoken, hè? Oh. En achter mijn oor. Ja, op je rug. Kijk. Tja. Achter jou. Oh ja, echt. Nou ja, dat weten we voor de volgende keer. Wij hebben namelijk zo'n portable vliegending. Die hadden we gewoon mee moeten nemen. Maar Sergio zei, dit heb ik ook nog niet eerder meegemaakt. Zo erg. Het zal eens niet. Mondello. We zijn aan het soort van strand. Waar zijn we dan? Sferracavallo. Ja. Het is een heel oud vissersdorpje. En van oudsher... nee, tot zover de geschiedenis, ik weet het niet. Een vissersdorpje. Okay. Ja, het is echt een heel klein buitje. En, ik vind het altijd zo bijzonder om te zien dat ondanks dat zo'n buitje dan heel klein is... en redelijk wat bergen eromheen en erg op en neer... toch nog zoveel gebouwd is. Hè? Ja, ik vind dat heel indrukwekkend eigenlijk. Je moet wat. Dus ja, lekker dicht op elkaar ook. Ja, dat heeft wel wat. En er is hier rechteruit om de hoek een leuk pleintje. Ik dacht, we hebben nog even wat speeltjes tussendoor. Dat mijn oom zo meteen komt. Gio en Nestor. We staan nu op al het zeewier, zeegras. Zo, we zijn inmiddels weer op Mondello. Zo, we gaan zo even afspreken. Met Gio en Ernesto. Wij zijn lekker op tijd. Het kleine ligt uit. Yes. We staan even op de pier. Ja, op de nieuwe pier. Een nieuwe pier blijkbaar. I love Mondello. Octopus. Oh, dat heb jij goed gezien. Nee, dit is rode ui. Oh. Hè? Maar je hebt toch calamari? Dit is de calamari. Ah. La petaglione prendo uno così. Bravo, bravo, un applauso. Buon appetito. Ma vero, buon appetito anche a voi, a tutti. Mamma mia. Cosa? Nee, dat vind je lekker. Een behoorlijk stuk dat helemaal afgebrand lijkt te zijn, hè? Ja, behoorlijk. Dat zal zijn, een kilometer of 4. Ja. En we gaan toch naar Poppy? Nee, we gaan naar Taormina. Dat is bijna hetzelfde als Poppy. Kijk, want daar zie je het goed, hè? Groen en helemaal afgebrand. Daar ga ik even een foto van maken. Zo, we rijden nu op de weg. Dat is de Etna. Oh, sorry voor het bewegen. Hoppakee, de Etna. En daar komt de schoen aan. We zijn bij het mooiste stukje strand van Taormina, Isola Bella. En nou gaan we nu naar beneden. En we hebben uiteraard Jesse zijn zwembandjes bij ons. Ja. En ook zijn waterschoenen hebben we bij ons. Echt super slim. Nee, nog niet mijn oordoppen. Ja, die zit in de tas. Oordoppen dan weer wel. Die dan weer wel. Dus de rest gaan we nog eventjes kopen. Ja. Tomorrow we have a zo, Isola Bella. Yeah, I don't know. Maybe no. We hebben even goed ingeslagen. We hebben waterschoentjes voor onszelf. We hebben mooie snorkelwaar. Zeg ik dat goed? Snorkelwaar. Ja, toch? Oké. Smokkelwaar. Smokkelwaar. En bandjes, nieuwe bandjes voor Jesse Silver van Spider-Man. Zo, we hebben even gekozen voor gewoon een bedje in plaats van op de stenen. Hier liggen we gewoon recht. Even comfort, jongens. We hebben bijna 3,5 uur gereden hiervoor. Dus even relaxed. Ja, schatje. Hé, waar is mijn zoon nou? We zijn aan het tanken en we komen net van de zee af en we gaan nog even naar het centrum. En Jesse Silver die knalt echt letterlijk tegen de deur aan in slaap. Ach, gossie. Ik weet niet hoe, maar het is ons gelukt een parkeerplaats te bemachtigen. Op het allerlaatste moment. Allerlaatste moment was me nabij. Toen we de handdoek al in de ring hadden gegooid. Ja. Maar ineens hadden we plek. Dus we zijn geparkeerd. Jesse Silver is helemaal oud. En toen liepen we langs dit mooie plekje. Kijk nou hoe gaaf. Het is een soort, ja, een tuin of zo. Ik heb even een lijstje gemaakt van alle dingen die we moeten Wikipedia hebben. Ja. Daarachter zit een speeltuintje. Blijkbaar. En Jesse Silver ligt lekker te slapen. Die was helemaal kapot. Dus die laten we lekker. Zo, dat gaat toch wel hier zo? Geen probleem. Oké. Even snuffelen. Ik moet alleen wel zorgen dat Jesse een beetje aan de stand houdt. Want die keeper verwacht nog. Oké, go! Ja. Goed zo, Jesse. Pak hem. Goed zo, Jesse. Kom op. Goed zo. Goed zo, boven water. Naar de kant. Naar de kant. Trappelen. Yes. Ja. Kom op. Je kom op. Kom op. Ja. Goed zo. Ja, dat is goed, jongen. Kom op, pak hem. Goed zo. Go. Blijven trappelen. Yes! Wow! Zo, we hebben net even een lekker ritje gemaakt. Mama! We zijn aangekomen bij het strand. Ja! Even wachten. Even wachten tot mama terug is. Super handig. Het is echt de uitvinding van de eeuw. Zo. Dat is wel handig, hè? Er zit echt nul vering op die dingen. Maar we komen waar we moeten komen. Dan doen we gewoon scannen en dan afmelden via de app. Het kost dan iets van €3, de ritje, dus dat valt mee. Ja, schat. Check dit. Check dit. Bam, alle tanden eruit. Hartstikke mooi. Nou, wel trusten. Ga je daar liggen? Oh, jij gaat er overheen. Ah, jij gaat voor de Ironman run. Hè? De Mudmasters. Nou, laten we lekker wat gaan eten. Yes. Oh my. Oh my. Era guardia. E facevo parte del quando ritorniamo a casa andiamo detox dei tutti i zuccheri, mangiare schifo, intossicato. Trattoria, c'è il ristorante qua. Va, vai dritto, vai sempre dritto, cammina dritto, te lo dico io, vai dritto. Ma sembra che non ci possa neanche essere qui con la macchina. Probeer il ristorante te vinden. Vai. Dit is het restaurant van Giuseppe, het nieuwe restaurant Fossiga. 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 Heeft de merknaam vastgelegd. Is al bezig met zijn derde restaurant inmiddels. En als het aan hem ligt, een vierde restaurant in Nederland. Ik heb een garnalencocktail à la mojito en ik heb hier een garnaal die me aankijkt. Daar word ik een beetje eng van. Verlos mij. Oh, oh, gassie. grazie. Prego. Pork belly en behoorlijk veel vis met hoofden. Oh. Van de grill. Oh my god. Ik weet niet of het genoeg is, maar ik begin maar door. Ik ben blij dat hij bij mij niet zo groot is. Dat is één vis. Quelli fanno nel film. In Italia. Com'era? Frekte mongol. Frekte mongol. Frekte mongol. Ja. En de volgende reis zit er alweer op. We zijn inmiddels in Cefalù. Zeg ik het goed? Cefalù. En daar ontmoeten we zo straks. Wie zien we dadelijk? Opa en oma. Opa Eugenio. En oma Petra. Ja, dan gaan we lekker naar het strand. Gezelligheid. En het is super heet. En opa komt oma, toch? Ja, die komen ons ontmoeten, hè? Gezellig. Hij ziet ze niet. Ze zien hem niet. Hallo! Oh. Ik zeg, het is niet druk! Leuk om je aan te kijken, als we een druk krijgen om het te leggen, dan denk je, heb je niemand op zwem halen? We gaan even de zwemkleding halen van Gianfranco en Petra. Maar dat is nogal wat heuveltjes op. Oh, kijk hè. Linksaf. Ja. Ja. We zeiden, we hebben nog nooit zoveel gevreten als hier, maar ook nog nooit zoveel bewogen als hier. Daarom juist. Ah. Poeh. Poeh hé Jesse. Dat voelen we wel in onze kuiten, hè? Links, rechts, links. Your left, your right, your foot and your right, your left, your right, your left. Zo, we zijn ondertussen lekker uit eten met z'n allen. Even gedoucht bij het appartement van Eugenio en Petra. En dan gaan we lekker eten. Jawel, echt wel. Zo, wij nemen lekker hier nog even een toetje. Oma Petra is met Jesse Silver ergens anders even een ijs halen. Dit is te veel. Wat heb jij? Wat heb ik? Semifreddo al pistacchio. Ik heb hem al... Met pistache. Ja, alle doen. Hallo, goedenavond, buonasera. Het is de laatste avond. Wij hebben vandaag heel erg veel gezongen. Ja, en we hebben nog één ding wat we gaan doen. Marshmallow doen! Ja, we dachten vandaag moeten we echt even gewoon rustig aan. We verlaten het huis niet. Nee, en even chill, even tranquille. Maar we hebben wel heel erg lekker gezongen. En wat we nog wilden gaan doen is marshmallows. Alleen Sergio is ervoor weg geweest. Er waren geen marshmallows meer. Dus we doen het met hetgeen wat we nog hadden. Ja. We dachten we doen het gewoon lekker aan een... Aan het fornuis. Want om daar nou een heel aantal... bricks voor te kopen. Ik kon een hele zak kopen alleen nog. Dat is een beetje overdreven, want we gaan morgen vroeg weg. Dus we gaan het gewoon improviseren en we doen het lekker aan het fornuis. Kom. Hey, zullen we het nu doen? Ja. En boven houden een beetje, hè? Super gezellig. Kumbaya, my lord. Kumbaya. Is die lekker? Hallo, het is de laatste dag. De laatste paar uur eigenlijk. We zijn nog flink aan het inpakken en Sergio is een beetje gestrest. Wat ben ik? Gestrest. Ja, gestrest. Ik word gewoon chaos in mijn hoofd, net als de koffers, zeg maar. Chaos in de koffers, chaos in mijn hoofd. We gaan dadelijk met de auto naar het strandrestaurant. De strandtent van Giuseppe. En dan worden we weggebracht. Nee, dan gaan we de auto wegbrengen. Giorgio rijdt met ons mee en die brengt ons daarna weer naar het vliegveld. Dus dat is helemaal super. Gisteren is Gianfranco en Roberta nog even gezellig geweest. En gedag komen zeggen en nog even lekker gekletst. Wij hebben heel veel met Google Translate gedaan voor mij. En voor hun. Ja. Ja, het leuke is dat zij Nederland dus ook echt helemaal geweldig vinden. Helemaal geordend ten opzichte van hier. Dus dat is wel grappig. En wij willen maar zo graag naar het buitenland, hè jongens? Nou ja, ik ben er wel over uit dat ik echt wel voor alle goed geregelde dingetjes in Nederland wil blijven. En voor het klimaat en lekker ontspannen en zo eventueel een vakantiehuisje in het buitenland. Ja. En dan bij voorkeur Sicilië. Maar dan hoeft dat echt niet Palermo te zijn. We kregen net een berichtje vanuit Nederland dat blijkbaar op het nieuws is dat de Etna is uitgebarsten. En dat er tot 1 uur in ieder geval niet gevlogen gaat worden. En de beelden zijn inderdaad flink. Huh? Ja. En we zijn ook toevallig nog daar natuurlijk langs gereden. Wanneer was het? Een paar dagen terug, hè? Toen we naar Taormina gingen. Ja, naar Taormina gingen. Ja. Gelukkig hoeven we daar nu niet te zijn. We vliegen er ook niet van. Dus we gaan er van nu eventjes vanuit dat het gewoon allemaal doorgaat. Maar het ziet er weer super heftig uit, hè? Nou ja, het is wel zo als de wind verkeerd staat en hij barst nog meer uit, dan zou het wel problemen kunnen opleveren. En gisteren waren Gianfranco en Roberta hier natuurlijk. En die lieten ons ook even beelden zien van de branden die hier zijn geweest in de bossen. En dat was ook echt super heftig om te zien. Dat was voor hun ook echt wel heel eng en traumatisch eigenlijk. Want ze mochten... het gebeurde eigenlijk bijna voor hun deur. Als je het zo op de beelden ziet, hè? Ja, dat is ook gewoon. Het gebeurde gewoon voor... in een baai en we zitten net aan de andere kant van deze berg. Maar alle baaien zitten ongeveer wel... zijn omringd met een aantal bergtoppen. Een stuk of 10 denk ik, alles bij elkaar. En op één na stond alles in de fik. Ja. Ja, het was echt verschrikkelijk. Het was 42 graden binnen in hun huis. De lucht was ook echt absoluut niet te harde daar. Want er zijn allemaal vuilnisbelten gestationeerd daar in die bergen. Ja, die afvalverwerking zit hoog in de bergen ergens. Dus dat is natuurlijk ook allemaal verbrand. En de lucht was ook gewoon echt dat ze gewoon voelden van nou, dit kan niet goed zijn. Dit is gewoon schadelijk. Ze zijn 3 dagen, mochten ze het huis niet uit. En de deuren moesten dicht blijven. Ja, het is natuurlijk super eng. Van wat ga je doen? Ga ik vluchten? Blijf ik binnen? Het is natuurlijk echt wel een mentale klap en struggle. Ja. Ook, ze kregen ook een telefoontje van de beste vriendin. Van wat moeten we doen? En het was echt wel heel heftig. We hebben er wat beelden van. Laten ze je nu even zien. Nou ja, zoals jullie hebben gezien is het echt gewoon super heftig. Gelukkig is nu alles weer een beetje oké. Maar zoals jullie waarschijnlijk gedurende de vlog ook al hebben gezien... zijn er gewoon echt wel heel veel... het bos is gewoon verbrand. Heel veel delen waren bruin en in plaats van groen. Maar gelukkig lijkt nu alles weer oké. Alleen nu is de Etna weer aan de beurt. Dus er gebeurt, het is rumoerig hier in Italië, in Sicilië. We gaan lekker inpakken. Alles staat al klaar. Even laatste boodschap doen op de wc. En dan let's go, hè. Wat zeggen we dan, Jesse? Ciao, Villa. Ciao, Villa. Ciao, Villa. Ciao, Villa. We zijn weer bij Nederland. We zitten weer in onze eigen auto. En we zijn weer bij Nederland. Woe! En ik had de auto gestofzuigd voordat we weggingen. Dat was ik eigenlijk alweer vergeten. En nu kom je aan en denk je, oh, wat lekker zo'n schone auto, hè? Ja, vast. No. Goed, hè? Zo, we waren onderweg naar huis. We zijn bijna het huis, maar we zijn even bij de snackbar beland. Ja. Zo'n trek in een broodje kroket. Dus, ja. Moet dat jij trekken? Dat ook. Frikandel, hè? Frikandel. Een lekker raspatat. Een raspatatje. En jij hebt een minuutje, hè? Kipminuutje. Ja, kipsteetje. Kipsteetje. En een koekje. En een koekje. Ik heb een mega dieren. Ik wil nog op de. Hey! Ik kwam zo uit bed en ik wil me wat vertellen. Was ik bij de kamer, toen zeide ik dat ik vaas had gemist. Oh, wat lief. Zo, wij liggen lekker in ons eigen bedje. Heerlijk. Met een crème limoncello. Een crème. Om even deze dag af te sluiten. Ja. Cheers. Morgen worden we weer wakker in ons eigen huis. Dus wij gaan voor nu de vlog afsluiten. Dat lijkt me een goed plan. Hopelijk hebben jullie genoten van onze vakantievideo. Gaan jullie ook nog op vakantie? Of zijn jullie al geweest? Laat het even weten. Waar moeten wij de volgende keer echt naartoe? Of heb je misschien wel echt een verschrikkelijke vakantie gehad? Dan horen we dat ook graag. Gaan we eventjes meehuilen met jullie. En wij worden helemaal gek van de muggenbulten nog. Dus hopelijk gaat dat hier meevallen. Maar in ieder geval, doe even een duimpje omhoog. Even het glas heffen. En we zien jullie te abonneren. Zeker weten. En wij zien jullie dan weer heel graag bij de volgende video. Ciao, 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 ciao.